Het jaar is net begonnen, maar wat gaat 2013 voor Brabant brengen? Wat gaan we eten? Waar gaan we wonen? Nou ja, helaas kunnen wij niet in die glazen bol kijken. Dus daarom vandaag bij ons in de studio trendwatcher Thomas Spronk. En op basis van onderzoek schetst hij een toekomstbeeld. Welkom Thomas, want trendswatching is veel meer dan alleen maar de jaartrends. Hè? Ja, zo goed dat je die glazen bol nog even aanhaalt, want die heeft niemand natuurlijk. Nee, wij proberen zo gedegen mogelijke voorspellingen te maken op basis van onderzoek. En dat gaat verder dan jaarlijks alleen. Gaat ook over 5 à 10 à 15 jaar. Gewoon toekomstscenario's. Waar gaan we met z'n allen naartoe? En zo kun je een heel helder beeld schetsen van wat er een beetje gaat komen. Wij kijken nu wel even alleen naar 2013. Okay. Waar moet Brabant het van hebben komend jaar? Brabant heeft natuurlijk een hele hoop creativiteit zitten. We hebben Eindhoven als technologieregio, Brainport, de slimste regio van Europa. Mm-hmm. Maar ook een hoop verborgen tussen aanhalingstekens creativiteit. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Tilburg, waar toch ook wel een hoop gebeurt. Yeah. Wij zijn er zelf, zitten we daar al 21 jaar als Science of the Time. En ook daar zit bijvoorbeeld ook International Lifestyle Studies, een opleiding die echt aan trendwatching bezig is. En dat is interessant om te zien dat er toch ook in de regio, in plaats van mensen associëren dat snelle en dat vluchtige allemaal met de Randstad, maar ook in de regio gebeurt daar een hele hoop op. Moeten wij met die creativiteit ook de crisis doorkomen of hebben we dan nog andere dingen? Ja, crisis is wel altijd, dan wordt het zo zwaar aangezet. Maar misschien is het juist een keer goed om te denken dat de crisis een punt is wat we bereikt hebben, dat er misschien heel even wat minder groei zou moeten zijn. Ja. En dat we het dus even moeten doen met de middelen die we op dit moment hebben. En gewoon eens slim gaan herstructureren en kijken wat we beter kunnen doen. Ja, maar hoe kunnen wij dan opboksen tegen de opkomende economie in Azië bijvoorbeeld? Door creatief te zijn, want ze dat, werken... Dat is ons onderscheid. Ja, wij hebben toch wel een voorsprong op als het gaat om creativiteit. Dat kun je niet zeggen dat het daar niet in de genen zit. Maar mm-hmm. wij hebben het in ieder geval al heel lang ontdekt dat wij dat goed kunnen. En ze werken daar gebruik van maken. Zeker, want ze werken daar een stuk harder op dit moment. Maken meer uren per dag dan dat wij gemiddeld doen als Europeanen. Zeker. En als Brabanders dus ook. Die creativiteit, daar kunnen we het mee winnen. Dus daar nog meer op inzetten, dat is eigenlijk ons appeltje voor de dorst, zullen we maar zeggen. Okay. Wat gaat er nou veranderen op het gebied van eten? Een vrij specifieke vraag, maar je kunt in het algemeen wel zeggen dat mensen veel meer lokaal aan het kijken zijn. En ook op het gebied van voeding. We nemen het niet zomaar meer aan dat we de hele winter door boontjes kunnen eten. We kijken veel meer. Nou ja, dat ligt allemaal maar in de schappen, hè? Maar dat komt het wel uit Kenia. Maakt zoveel impact. Ja. Misschien kunnen we beter eens bij de boer... uit Israël, juist. Precies, ja. Kunnen we eens beter bij de boer om de hoek kijken wat die allemaal in de schappen heeft liggen. En het is vaak nog gezonder en goedkoper ook. En dat zie je toch wel, dat mensen daar steeds meer naartoe grijpen. Okay. Nou, mensen worden natuurlijk steeds drukker in deze tijd. En wordt 2013 nou weer zo'n stressvol jaar? Ja, ik denk dat we daar wel een beetje van aan terugkomen zijn. Want je ziet dat er de afgelopen jaren hebben we het ontzettend druk gehad. En we hebben heel veel geld verdiend. En toen kwam de crisis in één keer en... Ja, stond bleek iedereen het een allemaal beetje, voor niks. Ja, bleek het allemaal een beetje voor niks te zijn. Nieuwe kabinetsplannen eroverheen en het geld ging ook weer weg. Ja. Gaat allemaal, dus ik denk dat mensen steeds meer het idee krijgen dat wat ze doen, hè, daar gaan ze nog steeds vol voor en daar maken ze natuurlijk veel uren in. Maar dat er wel echt toe moet doen. Hè. Het is een beetje cliché, maar je bent hier maar één keer. En als je jezelf 3 keer over de kop werkt voor je 30ste, dan heeft het ook niet zoveel zin. We zijn veel meer bezig met de zingeving van het leven. Ja, we zijn wel wat meer aan het kijken naar wat het nou precies is. Wat ons hier drijft aarde. Okay, een beetje terug naar de basis eigenlijk. Ja. Hey, en de social media, hè, want Facebook is natuurlijk ontzettend booming. En ja, eigenlijk de rest ook, Twitter. En, blijft dat nou ook nog zo? Gaan we nog steeds meer verder in de social media of houdt dit nou een keer op? Nou, je kunt wel ook weer in de algemeenheid zeggen dat het verweven raken van online en offline. We hebben natuurlijk die mobiel 24 uur per dag bij ons. Ja. Dat zich verder gaat ontwikkelen. En wij zijn 24 uur per dag online. Ja, dat zullen we wel houden. En of dat nog steeds Facebook blijft of Twitter. Nou ja, als ik zou weten wat de volgende Facebook ja, dan zou je nou bedenken. Dan zou ik het sowieso niet hier vertellen. En dan zou ik het snel gaan uitvoeren. Maar dat is ook mooi bruggetje aan die creativiteit. Want wij moeten zorgen dat de volgende Mark Zuckerberg, dat die in Brabant geboren wordt. En als wij dat in dat onze opleidingen bijvoorbeeld goed vormgeven en structureren, dan kunnen we ervoor zorgen dat die creativiteit gewaarborgd blijft. Okay. Nou, als laatste puntje dan nog even het wonen. Het wonen in de stad, dat werd eigenlijk steeds populairder. Gaat dat ook nog doorzetten? Op globaal gezien zien we steeds meer verstedelijking. Echt de demografische trends, de cijfers die onderschrijven dat steeds meer mensen in steden gaan wonen.
Nederland is, het zit natuurlijk wel wat dichter op elkaar en we hebben daar minder last van. Hier zul je toch ook zien dat, dat we zeker de steden blijven opzoeken. Mm-hmm. Alleen mensen toch ook af en toe weer teruggaan naar het platteland op het moment dat daar gewoon geen werk te vinden is. Okay. En het is allemaal op zich prima te bereizen. Hè. We hebben flinke asfaltstroken hebben we erbij gekregen. En NS maakt sprongen, zullen we maar zeggen. Dus, ja, het zit allemaal dicht bij elkaar. Dus ik denk dat het hier wel wat minder is wat dat betreft. Oké, nou dankjewel. We zijn weer op de hoogte. We weten wat 2013 ons gaat brengen. Graag gedaan.